Een deel van de passagiersvluchten van Brussels Airport vertrekt sinds de terroristische aanslagen van op Belgische regionale luchthavens. Antwerp Airport neemt hiervan een deel op zich en draait sindsdien op volle toeren. Gemiddeld draaien wij nu per dag zo'n 58 bewegingen. Een beweging is ofwel een aankomst ofwel een vertrek van een vliegtuig. Onder normale omstandigheden draaien wij 14, 16 bewegingen. Dat is wel een serieus pak meer dus. Ja, dat betekent dat u op logistiek vlak ook wel een tandje hebt moeten bijsteken. Wat hebt u allemaal moeten doen? Ja, de mensen werken hard. Hè. Dat steek ik ook niet onder stoelen of banken. We zijn ze er ook enorm dankbaar voor. Het is wel zo dat wij veel steun krijgen van externen. Aviapartner heeft mensen uit Brussel laten overkomen. Er is een emergency team van Brussels Airlines zelf gekomen, ongeveer 20 man sterk. En daarnaast doen we ook een beroep op onze onderaannemers, zoals bijvoorbeeld Securitas, om bijkomend veiligheidspersoneel te leveren. Het aantal bagage is enorm toegenomen. We hebben dus in allerijl bijkomende bagagebakken laten aanrukken. We hebben ook nieuwe stoelen laten aanrukken om de mensen toch een zitplaats te geven in de terminal. Dus ja, we zijn goed bezig geweest. Maar we hebben wel één groot voordeel. De luchthaven sluit. Dus wij sluiten om 23 uur, waardoor de mensen toch nog altijd een nachtrust kunnen genieten. Op andere luchthavens die 24 op 24 draaien, is het natuurlijk iets anders. Indien dit regime van activiteit voortgezet wordt gedurende de paasvakantie en eventueel zelfs nadien, ja, wat moet er dan bijkomend gedaan worden op deze luchthaven? Indien het langer duurt, moeten we uiteraard zien dat ons personeel kan geswitcht worden, eventueel bijkomend materiaal en dergelijke meer. Na de terreuraanslag op de luchthaven van Zaventem hebben de Belgische regionale luchthavens plots een bijkomende rol gekregen. De regionale luchthavens hebben steeds hun eigenheid. Hè. Ze hebben steeds ook hun belang gehad, ook in het verleden. En nu bewijzen ze dat ze uiteindelijk een goede noodoplossing zijn indien er zich zware incidenten voordoen. Anderzijds zouden mensen in het andere geval bijvoorbeeld moeten uitwijken naar omliggende buurlanden en luchthavens kiezen in het noorden van Frankrijk, het zuiden van Nederland en zo mogen. In afwachting van de volledige heropstart van Brussels Airport zal er op Antwerp Airport een verhoogde activiteit zijn.